Je begrijpt natuurlijk dus dat er twee partijen zijn en die partijen hebben hun eigen belangen. En het gaat om heel veel geld, relatief. En dan moet je dus blijven praten om op een gegeven moment overeenstemming te bereiken. Daar gaat het eigenlijk om bedragen. Als je dus kijkt naar het laatste voorstel van 17%, gaat het om bedragen, absolute bedragen van 546 tot ongeveer 867 per maand erbij. En 17% is onacceptabel? Ja, dat is eigenlijk van de hand gewezen. En de regering, althans het ONO, het onderhandelingsorgaan, moet dan dinsdag met een nieuw voorstel komen. En we hopen dus dat het tenminste 20% is. Ja. Kijk, de inflatie is zo hoog, hè? De inflatie is meer dan 60%. En dan vraag je dus nu een compensatie om die inflatie enigszins in te lopen, niet om die inflatie te corrigeren.